Rob van Laarhoven, Geert Peters, Villa Schelle, die heeft het zelfs gelopen. Het team Veni, Vidi, Pizzi met Jan Stalfijk en Kopje van Bracht. Het team Café de Boer met Jolanda en Marion. Henk Twente, Laila Vroom, Theo Schulpen en Maggie Seelen. En Theo en Maggie hebben dat zelfs met z'n tweeën op een tandem gedaan, dames en heren. Familie Rondelijk, Kleven, Rens, Sam en Fabian. Keun van Doren, Jeske Jansen, Huub Landman, Willem Pieterman. Even kijken, Dick Vermeer. En tot slot Jules en Jelle Dix. Half uur 96. Heel veel geld inzamelen voor onderzoek tegen kanker. Dat zijn de doorzetters van de gemeente Bokstel. Maggie en Theo is er ook. Die pak ik ook even bij zijn kraag. Hoi Maggie. Ja, hoi. Theo, kom eens hier. Hier. Weer twee beroemde mensen. Hoe is het met jullie, Theo? Ja, wel goed, dacht ik. We hebben een heel mooi resultaat bereikt met z'n tweeën. We zijn de berg opgeklommen met de tandem. En dat ging eigenlijk best goed, ja. Eerst eventjes over jouw fiets. Jij bent ook nog alleen met de fiets de berg opgegaan, hè? Ja, ik ben daarna nog met mijn eigen fiets een keer de berg opgegaan. Hoeveel keer? Eén keer. Ik had eigenlijk twee keer nog gewild, maar dat is niet gelukt. Ook qua tijd kwamen we niet meer uit. Dus ja, misschien moet ik nog een keer teruggaan. Ja, hey Maggie, en ik weet niet precies hoeveel keer zijn jullie nou de berg opgegaan met de tandem? Eén keer. Nou, dat was ook genoeg. Eén keer, ja. Het was natuurlijk zwaar. Is het tegengevallen? Nee, het is niet tegengevallen, maar het was wel heel erg zwaar. En we werden wel ook nog één keer ingehaald door een runner van 65 of zo. Dus heel snel gingen we ook niet. Maar uiteindelijk hebben we het toch veel sneller gedaan dan wat ik verwacht had. Maggie, wat was voor jou het bijzondere moment toen jij die berg op ging? Heb je iets speciaals meegemaakt? Of wat was voor jou het meest bijzondere moment? Nou, wat ik vooral heel bijzonder was, dat al die mensen die dan zelf ook fietsen en die je dan aanmoedigen. Nee, die zien mij natuurlijk met één been fietsen en ons op het tandem, dus ze vallen op. En dat ze je dan aanmoedigen van nou, knap dat je dat doet. En ook naar Theo, dat hij dat ook doet. En ja, dat was voor mij wel heel bijzonder. Hey Theo, en jou, wat was jou het meest bijzondere moment van die dag? Eigenlijk wel het begin van de berg eigenlijk, want... Nou, ik had wat aanloopproblemen, of acclimatiseringsproblemen. En toen had ik wel zoiets van, oei, als ik die tandem maar boven kan krijgen. Want dat was wel heel belangrijk om die tandem boven te krijgen. En toen we op weg waren en de eerste twee bochten gehad hadden, toen had ik zoiets van, nee, het gaat lukken. Dus dat geeft dan toch wel een boost. Hoi Henk, hoe is het met jou? Nou, heel goed. Beter als in mijn vierde beklimming, want hij was zo ontzettend zwaar. Zeg ooit van de man met de hamer, maar... Ik heb hem niet gezien, maar wel gevoeld. Ja? Ja. Dus je bent vier keer de berg opgegaan? Ja. Bedoeling was zes keer. Ik had voor mezelf een schema in mijn kop zitten van welke tijd ik zou moeten fietsen. Om zonder te forceren, zonder in tijdnood te komen, toch zes keer boven te komen. Ja. Ging perfect drie keer en de vierde keer start ik goed. En op een gegeven moment dacht ik van hé, het wordt wel zwaarder. Ik moet wat kleiner schakelen. Ja. En dat ging al niet meer. Oh god, ja. En ik had mijn verzorging in bocht 2 staan. Je begint onder in bocht 21 en dat telt dan af naar bocht 0 helemaal bovenaan. Ik heb in bocht 2 had ik mijn verzorging. En toen dacht ik van oei, dat red ik niet. Ik moet in bocht 12 stoppen. Dan kan ik het mooi opdelen in twee blokken van 10. Maar ik haalde 12 niet. Ik moest stoppen in 14, in 9, in 6, in 4, in 2. Dus het was echt zwaar, lastig. Ja. Heb je iets gehad aan je post? Want je had een speciale post helemaal ingericht met een groot spandoek. Liemt, hè, stond erop. Daar heb je wel gebruik van kunnen maken. Daar heb ik echt gebruik van kunnen maken. Ik heb ook aangeboden omdat het voor de Boksels renners was. Ja. Heb ik een paar gezien, niet heel veel. Dus dat betekent dat zij het heel goed gedaan hebben, mijn verzorging niet nodig hadden. Aan de andere kant betekent wel dat ik nou tot, ik heb uitgerekend, 17 november alleen maar krentenbollen, pannenkoeken en peperkoeken eten. Oh. Hey Henk, is het voor herhaling vatbaar?
Ik denk niet dat ik het nog een keer ga doen, nee. Want ik vind met name het sponsoren bij elkaar krijgen vind ik een heel geleur. Ja. Dus ik beperk me dan ook om die 2.500 euro bij elkaar te halen. Ja. Dus ik maak graag plaats voor iemand die zegt van ik ga voor 10.000 of voor nog meer geld. Mm-hmm. Want er moet gewoon heel veel geld bij elkaar verzameld worden om die ellendige rotziekte uit te bannen. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Ben je tevreden over jezelf? Ja, ik heb gegeven waar ik kon. Vorig jaar ben ik 5 keer bovengekomen. Toen baalde ik harder dat ik geen 6 keer haalde. Omdat ik in tijdnood kwam, omdat ik te veel andere dingen gedaan heb. Ja. Toen was ik niet kapot. Nu was ik echt helemaal kapot. Dus ja, meer had ik niet. Nee. Meer had ik niet. Ik weet al een half jaar lang, dat 7 juni, dat ik toen had moeten staan om 6 keer te halen. Heb ik niet gehaald die dag. Ik kan het alleen maar aan mezelf liggen. Maar ik heb alles gegeven. Dus, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ik vind het kei stoer van jou. Hier heb ik 2 hele stoere dames. Hoi, hoe is het met jullie? Goed. Hoe is het gegaan? Ja, prima. Het was wel zwaar, maar we hebben allebei 3 keer omhoog. 3 keer? Goh, knap hoor. Ja, echt heel leuk. Hoe was het om zo die berg op te klimmen? Nou, de eerste 2 keer ging goed, maar de 3e keer kwam het uit mijn tenen. Dus, maar ik heb het gehaald. Maar het is een super ervaring geweest. Wat was voor jou het mooiste moment? Ja, het mooiste moment, ja. Je denkt helemaal niet zoveel meer na. Op die laatste 2 keer is het het mooiste moment. Is eigenlijk toen ik haar weer zag, dat ik ook de samen de 3e keer hadden gedaan. Dat was echt... Jullie zijn 2 keer apart gegaan? Nee, 3 keer apart. Oh. Ja. En wanneer kwamen jullie elkaar weer tegen dan? Ik heb haar bovenop gewacht. Oh, geweldig zeg. Dit nemen ze niet meer van jullie af. Nee. Knap. Geniet van deze mooie dag. Dankjewel hè. Ik zie hier Vila, onze renner. Ja. Hoeveel keer ben je geweest, Vila? 2 keer geweest. Het is me gelukt. Dus ik ben heel erg blij. Ja, want het was zo spannend of het lukte de 2e ja, keer. Ja, dat klopt. Ik ben op die dag woensdag iets eerder vertrokken. Okay. En ik denk, dan loop ik ook niemand in de weg. Maar het was goed te doen. Ik had ook later kunnen vertrekken en dan 2 keer kunnen gaan. En ik had voor geen goud willen missen. Dus wat was voor jou het meest mooie moment tijdens jouw tocht? Eigenlijk dat wij samen de finish overkwamen. Ja. De 2e dag. Hij ging nog 1 keer naar beneden en ik zeg, weet je waar, ik loop die laatste helling loop ik met je mee. Ja. Zijn wij hand in hand de finish overkomen. Maar dat is gewoon het is zo'n bijzondere ervaring geweest. Zoveel bijzondere mensen ontmoet en daar haal je zoveel kracht uit. En, had je tijdens de loop ook nog gesprekken met andere mensen of ben je dan helemaal met jezelf bezig? Nou, we hebben elkaar aangemoedigd en wat grapjes onderling. En, dat was het eigenlijk. Verder ben je toch wel bezig om het gewoon te halen. Maar ook wel met elkaar. Ik vind het is een samenhorigheid. En je wil met z'n allen die berg opkomen. En als je iemand zag wandelen of hem aan de fiets, dan kom op, hè, gewoon even doorzetten. Maar er zijn heel veel mensen met een hele hoop bagage hoor. En het zet je weer met beide benen op de grond. Ja, echt wel. De man van Vila, die zie ik hier staan. Ja. Hey, proficiat jongen, hè? Dankjewel. Hoeveel keer ben je de berg op gegaan? 4 keer. Oh. Ja. Knap, dat was ook de bedoeling? Was de bedoeling ook van tevoren. Ik had, en dan moet ik toch eventjes de mensen van Fysio Verzijde even bedanken. Die mij toch echt op het laatste moment nog opgelapt hebben gekregen om überhaupt mee te doen door een blessure die ik had. Hey. 4 keer was mijn doelstelling. Ja, gehaald. Super tevreden. En gewoon indrukwekkend. En eigenlijk kun je er, je kunt er heel veel over vertellen. Alleen de dingen die je ziet en die je onderweg meemaakt is gewoon onbeschrijfelijk. Barry, dit was de 2e keer dat je die berg opging. Hè? Was het anders dan de 1e keer? Nou, het was anders in die zin. Zwaar is het altijd. Dat kun je ook niet beschrijven. Als je de 2e keer bent, let je op wat andere, let je op wat andere dingen. Je vergeet in ieder geval ook niet, het klinkt raar, maar te genieten onderweg. Van alles wat je ziet, wat je hoort. De mensen die je staan aan te moedigen van 's ochtends 4:30 toen wij starten tot 's avonds 7-8 uur toen wij echt als laatste met z'n allen finishen, gewoon onbegrijpelijk. Geweldig. Dat team van jullie, jij zei net al als laatst kwam je met z'n allen tegelijk over de finish, begrijp ik dat goed? Of? Nou, we hebben met z'n allen gewacht op het laatste. De jongens die 6 keer zijn gegaan, die zijn uiteindelijk met z'n 3 tegelijkertijd over de finish gekomen. En ik ben samen met Vilar en met Bart Gielen als laatste tegelijk over de finish gegaan. Maar het was ook echt zwaar. Beneden in het dal was het denk ik tussen de 30 en 35 graden en boven op de berg waar ons hotel ook zat was het ongeveer 1 graad of 15. Ja, temperatuurverschil van boven naar beneden, van beneden naar boven. Gewoon heel erg zwaar geweest. Hey Barry, hoe laat zijn jullie vertrokken 's morgens? Wij zijn om 2:30 's nachts opgestaan. Wij zaten om 3 uur aan het ontbijt met pannenkoeken.
Om 3:30 zijn wij in het donker, onder begeleiding van de motor met verlichting, de berg afgedaald in een groep. En we zijn zeg maar om 4:30 was de start en om 5:00 zaten wij in het startvak wat toen vertrok. En als je toen al zag hoeveel mensen daar beneden zeg maar, in het startdorp aanwezig waren, gewoon een orkaan van applaus en aanmoedigingen, eigenlijk direct al vanaf de start. En dan word je toch ook al echt gegrepen door hetgeen wat je moet gaan doen. Dus, wel heftig, mooie ervaring wel. Absoluut, absoluut. Wat was nou het meest bijzondere moment voor jou? Laatste keer dat ik boven kwam. Ja? Ja, echt door een haag van mensen kwam je naar boven en je werd helemaal naar boven geschreeuwd. Ja. En dat zal ik nooit meer vergeten. Nee, dat denk ik ook. Nee. Sam, wat was voor jou het mooiste moment? Ja, eigenlijk ook wel de laatste keer. Dan is het toch wel de leukste keer, want dan weet je echt dat je laatste beklimming is en dan ga je ook er helemaal voor. Dan kan het niet meer kapot, hè? Kan het niet meer kapot, nee. En voor jullie? Wat was voor jullie het mooiste moment? Ja, het was vooral mooi dat mensen gewoon allemaal langs de kant, zeker de laatste keer was het zo zwaar. En dan toch dat mensen, die roepen je er gewoon doorheen en dan lukt het uiteindelijk toch nog wel. En Jules, voor jou, wat was voor jou het mooiste moment van heel de dag? Dat was toch wel de laatste bocht, denk ik. Als je het net het hardst nodig hebt en dan staat iedereen langs de kant je nog omhoog te schreeuwen. Ja, dat was wel het mooiste.